De bewustwording over de eigen cultuur is aan het toenemen onder vooral de inheemse jongeren, zegt Quincy Sabayo, vertegenwoordiger van de Stichting Amazone Market en Stichting Herdenking Dag der Inheemse Volkeren in Suriname, in gesprek met onze nieuwsdienst. Sabayo legt uit dat de inheemse cultuur aan het vervagen was, omdat de taal en andere cultuuraspecten niet in voldoende mate werden overgedragen. Vooral jongeren nemen nu zelf het initiatief op aan cultuurbehoud te doen, meent Sabayo. Nu, ik zie een heel groot verschil wat dat betreft vervagen van onze cultuur. Ik zie dat onze jongeren nu wel interesse hebben in onze cultuur. Als ik moet zeggen, anderen beginnen hun eigen culturele groep op te richten waar jongeren zelf zitten. Ik kan groepen noemen, bijvoorbeeld een groep uit Hollandse Kamp, daarachter Zanderij. Er zijn een groep Wabokwa, waarbij de groep nu onder leiding staat van een jonge dame zelf. Ik denk in de leeftijd 20, 21. En daar heeft zij ook een heel jongere van 4, 5 jaar al onder haar. Ik noem bekende jongere namen, bijvoorbeeld Sero Jubitaro, ook een jonge zanger. Ook bezig in de ondernemerwereld. Hij is heel vroeg begonnen met zingen in het inheems. Hij komt uit Bigipoika. Hij doet het in de Sambora, hij doet ook in het Keskawi. Je hebt ook groepen, aan een andere wachtse groep, Beradji, waar alleen maar jongeren er zitten. De jongeren beginnen onze cultuur weer op te pakken. Ze zijn nu echt weer geïnteresseerd in het inheemse cultuur. Sabayo zegt dat de Stichting Herdenking Dag der Inheemse Volkeren in Suriname ook constant werk verzet om de bewustwording over de eigen cultuur op gang te brengen. Dit doet de stichting door het organiseren van verschillende activiteiten. Van workshops geven natuurlijk, lezingen doen, zoals we hadden ook vorig jaar nog, hoe noem je dat weer, een crew toe georganiseerd, waarbij we verschillende inheemse organisaties bij elkaar riepen om te praten over onze inheemse problemen, wat voor oplossingen kunnen we vinden enzovoort enzovoort. Dus los van dat we houden zich niet alleen bezig met de inheemse dag. Maar we houden ons ook bezig met een tal van andere problemen of activiteiten die we kunnen. Kijken wat we daarbij kunnen doen. De stichting wil diverse projecten uitvoeren. Sabayo roept de inheemse gemeenschap op om in eenheid te blijven werken aan de bevordering van hun cultuur en de ontwikkeling van de doelgroep.